Hallo lieve schorpioen, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 25, 19 juni tot en met 25 juni. Het is een algemene reading, haal ervoor uit wat je nodig hebt. Lieve schorpioen, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Ja, deze week staat echt in het teken van je hart volgen. En echt naar binnen te gaan, durf te stralen, maar ook liefde durf te uiten. Dus het voelt zeg maar alsof je ja, steeds meer in balans aan het komen bent. Maar ook echt zo goed aan jezelf aan het werken bent dat je zuiverder wordt, zeg maar. We gaan eens even verder kijken, lieve schorpioen, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de schorpioen deze week verwachten? Oké. Ik zie vooral dat het belangrijk is deze week om go with the flow te gaan. Dus hou jezelf niet te veel tegen. En het voelt ook alsof je andere mensen geruststelt, maar jezelf ook. Je hebt een groter plan. En ik heb het gevoel dat je daar nog niet helemaal bent. En dat je daar geduld voor moet hebben. En dat je dat soms heel erg lastig vindt. En terwijl je eigenlijk niet ziet dat er al heel veel dingen om je heen al veranderen. Zodat alles beter gaat passen. Alleen je ziet dat nog niet. Dus durf erop te vertrouwen dat het grotere plan wat jij graag wilt, dat het echt onderweg is. Alleen dat je nog even de tijd nodig hebt voor jezelf. Zodat echt alles rijp wordt. Zodat echt alles in elkaar gaat vallen. We gaan eens even kijken, lieve schorpioen, naar een mooie positieve boodschap. Of een affirmatie voor jou voor deze week. Een affirmatie of een boodschap voor de schorpioen. Vandaag kies ik voor hoop. Ik kies voor gelukkige en liefdevolle gedachten. Ik voel me goed en geef uiting aan mijn liefde voor mezelf en voor een ander. Lieve schorpioen, ik hoop in ieder geval dat je er wat aan gehad hebt. Wil je graag een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Ook zijn er weer hele leuke dingen op komst. 27 juni is er een workshop mediumschap, daar kan je je nog voor opgeven. 29 juli is er een instuif spirituele dag, dat is een dag vol met workshops. Daar staat ook wat over op mijn Facebookpagina, links zie je hier onderin. En 16 september begint de opleiding mediumschap. Er zijn echt nog maar een paar plekjes, dus wees er snel bij. Heel erg bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.